ook dat mijn opa altijd als hij de telefoon opnam zei hij dus niet met nolen zoals hij het en zei hallo <laughs> ja dat was ook was zo typisch keer als de telefoon stemmen zei opa je moet even zeggen wie je bent hallo het <laughs> verloren kunt u mij horen ja we, we moeten de, de telegraaf moeten af Oh de telegraaf worden. daar waren we mee bezig ja en uit de telegraaf niet, wordt tenslotte de telefoon geboren en daar moeten we ook nog aandacht aan besteden. Dus dat gaan we nu doen. Het is eigenlijk ook de derde aflevering in de reeks, hè. dus uh, luister eerst eventjes naar de podcasts over de IJzeren Eeuw en de Gouden Eeuw. Die vind je in de show notes en dan komt deze. Ik heb van de week ja. kwam ik toevallig nog in een boek en, um, die optische telegraaf tegen die dus op die torentje stond. Ja. En moesten die, 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 uh, die vormen, dat moest handmatig, moest dat natuurlijk doorgaan. Dat was handmatig allemaal, ja. <laughs> nee, het was niet zo dat er fijne elektromotortjes in zaten. Maar later zag ik ook een plaatje waar dat torentje ontbrak. Had je alleen dat bovenstukje wat dan op een soort van gas... Uh, uh... Werd er werden vaak op kerktorens gezet. Oké. Okay. De spits werd eraf gehaald en dan werd er zo n, zo n, ja. een ding met allemaal die armen, dat werd er bovenop gezet. Maar op Wikipedia staat hij gewoon op een gasveld. Ja, dat is gewoon om te laten zien hoe zo'n ding er in principe ah, okay. uitzag. Ja. Want je moest je natuurlijk op een hoog punt zetten. Ja. Ik denk dat er ja, zelfs een afstand van minimaal 10 kilometer overbrugd moet worden. Want wat hadden we ook weer gelezen? Dat de afstand Parijs-Rijssel, die kon met die, met die, uh, die optische telegraaf overbrugd worden in 13 minuten. En met galopperende paarden was je toch wel uh, 22 uur onder de pannen of zo. Dan moest je nog aan elke zoveel kilometer een nieuw paard hebben. Dus ja, dat op zichzelf was het heel effectief. Ja, mits het nee, mist was. Mits het niet s'avonds was. Enzovoort, enzovoort. En hoe wisten ze dat de andere partij die het moest zien het gezien had? Werd daar een signaal voor gegeven? Dat weet ik niet. Maar je, was, je moest er wel alsmaar opletten. Dus uh, het was niet zo dat je gewoon kon gaan pitten. Je moest wel zorgen. Ja, zodra het donker was, neem ik aan, kon je gaan pitten. Maar overdag moest je wel goed opletten. Ja. Ik geloof ze hadden gewoon, denk ik, een verrekijker. Om eens te kijken hoe het, hoe het met het andere torentje zat. Ja. Oké, okay, maar dit, uh, uh, over, dit was de optische telegraaf. Dus we gaan door met de telegraaf. Ja, daar waren we al heel erg mee gevorderd ja. natuurlijk. Want hij was uitgevonden. En we hadden de Mosse code hadden we gehaald. En de telegraaflijnen waren aangelegd. Vaak door de spoorwegen waren die aangelegd. Uh, het was duidelijk een, een groeimodel, laten we het maar zo zeggen. En daar zullen we even natuurlijk aandacht aan moeten besteden hoe het met de telegraaf verder gegroeid is. Wat natuurlijk het interessante is, we keren even terug naar die 19e eeuw. Is al die, die, laten we zeggen, moderne netwerken die de ne in de 19e eeuw gebouwd zijn. Eh, Neem spoorwegen natuurlijk. En daaraan gerelateerd de telegraaf. Eh, het, het waren. Complexe nieuwe constructies, waardoor de wereld natuurlijk grondig veranderde. In plaats van dat je in een dorp woonde en misschien twee keer in het jaar in het aanpalende dorp naar de jaarmarkt ging, dat, dat was niet meer. Je kon in principe kon je berichten krijgen uit de ganse wereld. In principe vormde je deel van een veel grotere wereld. Dan was dat niet altijd bij alle dorpelingen in Europa het geval, maar technisch was het. Mogelijk. En je zult zien, het telefoon, hoewel dat heel langzaam gaat, veel langzamer denkt dan de meeste mensen denken, het telefoon weer een nieuw netwerk creëerde, in feite. En nu hebben we zulke complexe netwerken dat we in feite in onze eigen broekzak, hoewel mijn telefoon nu op het bureau ligt, maar de hele wereld bij de hand hebben. En we zo kunnen opzoeken, niet waar, hoe die Duitse politicus heette, die die verstandige woorden sprak over... Maak je geen zorgen over het feit dat we onze oude wapens weg moeten gooien? Het irriteert me grenzeloos dat het op de punt van mijn tong ligt. Ik kan het wel opzoeken. Dan had ik het niet op. Waar is mijn telefoon? Kan ik er niet op kan komen. Maar goed, we gaan even door met de telegraaf. Want ja, uh, dat betekent, kijk, uh, die lijnen die je langs spoorwegen zet, dat was voor de hand liggend natuurlijk. Daar, was het, daar lag als het ware alle soort infrastructuur. Maar het was nu ook zaak om. Uh, Water de Overbrug. Dus de eerste opgave was het kanaal. Dus een verbinding aan te brengen tussen Engeland en het continentale Europa. Dat gebeurt in 1850, 1851 zou het kunnen zijn. En natuurlijk daarna de veel grotere opgave om het Nieuwe Europa aan de andere kant van de Atlantische Oceaan en Kazu de Verenigde Staten ook met dat systeem te verbinden. Daarvoor moest een onderzeese kabel worden gelegd. Dat heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. Dat mislukte, en hadden ze erin gelegd, en dan deden die het niet. En ah, er waren aan de lopende band problemen mee. Maar tenslotte, in 1866, is een succesvolle kabel op over de bodem van de Atlantische Oceaan naar de Verenigde Staten gelegd. Met behulp van het kabelleggende schip was de zogenaamde Great Western, als ik het me goed herinner. En nu denk ik ben ineens door twijfel bevangen, eh, omdat het misschien ook wel de Great Eastern was, maar het was volgens mij de Great Western. En dat was op dat moment het grootste schip ter wereld, en dat was ontworpen door de beroemdste Engelse ingenieur van die dagen, en meneer Brunel. Daar gaan we ook nog aandacht aan besteden. Isambard Kingdom Brunel heette die man. Hij is ooit gekozen na het Churchill als de op één na belangrijkste Engelsman aller tijden. Of die dat ook was, daar heb ik mijn twijfels over. Maar het was een man. Het was een civil engineer, heet je dat? Hoe heet dat tegenwoordig? Een civiel ingenieur. Keurig vertaald. Eh, die de meest fantastische dingen tot stand heeft gebracht. En ook een voortrekker was in allerlei opzichten. En een buitengewoon kleurrijke figuur. Dus nu was in principe, was die telegraaf, die had ook grotere afstanden, ook onderzees. Het was ook wel een hele zaak om kabels zo te maken dat ze niet aangetast werden door het zeewater. En dat ze goed geïsoleerd bleven, want ja, er hoefde natuurlijk maar iets mis te gaan en dan was het gepiept. Heel veel van de onderzeese kabels zijn eh, heel lang door de Engelsen beheerd tot ver in de 20e eeuw. Ook in de Eerste Wereldoorlog dan worden de... de Duitse kabels al heel snel afgesloten. En, moet je zeggen afgesneden. En de Engelse kabels die blijven heel behoorlijk functioneren. er is natuurlijk bij het toen de telegraaf er eenmaal was... direct gestreefd naar verbeteringen van de telegraaf. Er bestaat een heliograaf. Dat is een apparaatje waarmee met de reflectie van het zonlicht... dan kun je van die klepjes, je hebt het vast wel eens gezien in mm -hmm. een film... met zo'n man die dan van, die, van dat, die klepjes beweegt, hè? met van die marinegeluiden erbij, zal ik maar even zeggen. De heliograaf die dus de, begreep ik door militairen frequent gebruikt is. En, en wat was natuurlijk verschrikkelijk voor de hand liggend om, een, een, laten we zeggen, een, een telegraaf te bouwen die ook, eh, laten we zeggen, een tekst zou kunnen versturen en dan weer zou kunnen ontvangen. Dit, een soort teleprinter, ook dat wordt gerealiseerd. Heel veel later komt de zogenaamde telex, die wij ons nog herinneren van het programma van Wibo van der Linden. Want die hoorde je altijd op de achtergrond, hoorde je de telex ratelen. Om daarmee de indruk te wekken dat ze daar echt midden in het wereldnieuws zaten. Aan alle belangrijke touwtjes trokken. Gek genoeg eigenlijk op het moment dat de telex alweer zo'n beetje uit de tijd was. Hè? Toen kregen we de fax, die is ook alweer uit de tijd en nu. Kunnen we het gewoon per, per internet allemaal in principe besturen. Maar de teleprinter. Eh, dat, die is wel ontwikkeld. En het bekendste voorbeeld van de eerste teleprinter is de zogenaamde tickertape. Namelijk dat je beursberichten afdrukt op een smalle strook papier. Dat is al, al maar, ergens in de jaren 60 van de 19e eeuw, is dat gerealiseerd. Die kennen we ook nog steeds van de tv, want onder in het beeld loopt ook vaak de tickertape. Een soort van, ja, ja. Dat, is, dat is nagedaan van de tickertape, ja. En de tickertape heeft geleid tot wat heet de ticker tape parade. Hele beroemde mensen krijgen in New York een tickertape tape parade. En dat komt natuurlijk omdat al die, al die bankkantoren de hele dag eh, gigantische hoeveelheden, want dat is ook van, dit is ongeveer dit smal, ik weet niet of je het wel eens gezien hebt. De dat er zijn ook gebouwen the. die dat op het dak hebben staan. Ja, vroeger had je ook, ook een soort van licht, lichtkranten die op die manier werkten. Al hadden die technisch, hadden die verder niet zoveel met die tickertape te praten. Maar dit ook, betekende he? wel natuurlijk dat iedereen vrijwel overal op de hoogte kon zijn ja. van wat de beurs precies uitspookte. Wall Street, nog steeds de beurs waar, waar het meest op gelet wordt wereldwijd. Mijn overtuiging altijd geweest dat het helemaal niet een erg belangrijke voorspeller is van economisch succes of wansucces. Dat Wall Street eigenlijk altijd alles schromelijk overwaardeert, zodat het ook bij allerlei gelegenheden plotseling implodeert en de meest verschrikkelijke resultaten geeft. Tot mijn grote genoegen is ook de koers van Tesla totaal ingestort. Nou ja, totaal ingestort. Het is al 40% gedaald of dus zo, die koers was geduid. Tikt. Echt, die koers had niets te maken met verdien, verdienvermogen in de toekomst. Dat was allemaal in feite het werk van die, van die, nou ja, van die tovenaar... Of door velen als zodanig beschouwde tovenaar, tovenaar Elon Musk... die nu in de afgelopen maanden weer eens duidelijk heeft gemaakt... wat een levensgevaarlijk waarhoofd het <laughs> eigenlijk is. Want al zijn zaken zijn natuurlijk nu heel negatief beïnvloed door die waarhoofdigheid... En door de besteding van die 44 miljard aan dat surfer Twitter. Hij doet steeds polletjes, hè? Van uh, vindt u dat ik moet blijven als ja. baas van Twitter? Maar goed, de meerderheid vond dat hij op moest krassen. En dat zou hij ook gaan doen, heb ik begrepen. Maar dus, ja, het was sowieso tijd dat de koers van, van Tesla. dat hij enigszins normale proporties kreeg. Kijk, wat is een koers? Een koers is voor een niet onbelangrijk gedeelte het verdien vermogen in de toekomst. De kans dat die, die koers was zo hoog dat de kans dat Tesla dat zou verdienen in de komende decennia, ik noem maar wat op, was 0,0. Tenminste, natuurlijk omdat Tesla heel lang de markt voor zich alleen had. Bewonderenswaardig ze dat ze dat hebben gehad. Het is treurig dat al die andere fabrikanten er zo laat mee waren. Waarom ze niet op tijd zijn begonnen, blijft een raadselachtige zaak. Maar goed, nu is er concurrentie op grote schaal voor elektrische auto's. Die in allerlei opzichten Tesla naar de kroon steken. Vooral die Koreanen, dat is, een, dat is echt prima werk. Ik ga even. Oeps. Is het droog? Ja, ja het, is droog. het is wel droog is mooi. volgens mij. Ja, dames en heren, ik zet even het raam open. Want het is zo warm eigenlijk dat we de verwarming niet eens nodig hebben. Het zijn, zijn relatief tropische temperaturen. Waar waren we gebleven? Bij de ticket. Tape. Het, het, laten we zeggen. soort van. Uh, teleprinter-idee. In Amsterdam heb je hem nog steeds, hè? op een pand. Op uh, uh, Prins Bernhard. Ja, maar goed, dat is gewoon lichtreclame. die over ja. een smalle strook loopt. Ja. Maar dat, dat heeft eigenlijk met de het, met het, met het telegraaf. Het ding wordt maken. niet aangestuurd door een telegraaf. Nee. Laten, we, laten we het zo zeggen. Nou, we hebben de heliograaf hebben we al gehad. Nu hebben we dus de, 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 de printtelegraaf, om het maar zo te noemen, en later, het komt pas veel later, de telex, het ratelen van de telex waar je altijd een beetje een, een, een koortsig gevoel van krijgt, van ah, oh, we zijn daarbij, maar de telex vraagt een heel apart systeem en heeft heel aparte elektronische codes en nu zijn we ondertussen in een volkomen andere wereld terecht gekomen op het punt van, de, van de, berichten, de berichtenverstrekking, zou ik nou maar zeggen. Ik denk dat heel veel mensen een stuk rustiger en gelukkiger zouden zijn... als ze op zouden houden met 24-7 alle ellende te kijken... die over hen wordt uitgestort. Het zij via hun telefoon, het zij via hun televisie. Mijn advies is, kijkt u eenmaal per week naar teletext... dan ziet u ook geen opgewonden praatjes... geen pretentieuze presentatoren... U ziet voor elk bericht ongeveer 100 woorden in. Oh, wacht even. Ik heb dit allemaal nog niet gezegd. Of het toestelletje besloot ermee te stoppen. Met allerlei waarschuwingssignalen erbij. Um, ja, dus als u, als u verlangt naar rust en denkt: Oh, de wereld gaat naar de gallemie. Het, het, het is verschrikkelijk. Moet ik alvast een voorraadje aanleggen in de kelder om de, de Derde Wereldoorlog te overleven? Nee, dat hoeft u helemaal niet te doen. Het beste advies wat ik u ga geven is: ook tegen burn-out, stop met het volgen van het nieuws. Het is echt buitengewoon nuttig. In allerlei opzichten. De meeste mensen begrijpen er toch niet veel van. Dus, wat u weet, ik zeg het nog één keer: slecht nieuws is nieuws, goed nieuws is geen nieuws. Niemand is geïnteresseerd in goed nieuws. Ik las tot mijn stomme verwondering dat er bultrug walvissen waren gesignaleerd in de New Yorkse haven. Die nog geen 50 jaar geleden één groot chemisch bad was. Waarin als je je vinger erin stak, dan trok je er een skeletvingertje uit, bij wijze van spreken. Zo erg was het. Dus ja, er is ook goed nieuws. Maar dat is altijd, het goede nieuws zat altijd beperkt tot de achterpagina's. Tot achtergrondartikelen, zoals dat heet. En dat zie je zelf zelden. zie je dat op de voorpagina's. Nu komen we nog een fase verder. met, eh, met de telegraaf, namelijk de radiotelegrafie. Dat is weer heel iets anders dan dat het signaal door een draad gaat. Het is een signaal wat, eh, laten we zeggen, verzonden wordt door middel van radiogolven. Maar voordat dat kan, moet je natuurlijk eerst de radiogolven ontdekken. En die zijn ontdekt door de meneer Hertz. Gek genoeg dacht hij zelf dat die radiogolven die hij ontdekt had helemaal geen betekenis hadden. En ook nergens praktisch verbruikbaar waren. Maar dat bleek heel anders uit te pakken uiteindelijk. Dat bleek natuurlijk enorm belangrijk te zijn. Hertz zelf heeft dat niet meer meegemaakt. Hij is heel jeugdig overleden. Maar dat was eigenlijk ook op zijn bescheiden, typisch Duitse manier. Wel iemand die enorm belangrijke dingen heeft bedacht en experimenteel heeft uitgevoerd, zodat hij die radiogolven kon aantonen. Daar moet bij worden gezegd dat het vermoeden dat hij er waren in feite al aanwezig was, vanwege Maxwell, die we al meerdere malen genoemd hebben. Degene namelijk die aan het hele elektromagnetisme een laten we zeggen, mathematische lijst verschaft heeft of een binnenstructuur. Weet ik hoe je dat precies zou moeten beschrijven, maar goed, hij liet zien dat dat één samenhangend verschijnsel was, waaruit al afgeleid kon worden dat er tal van andere golven zouden moeten zijn, andere verschijnselen zouden moeten zijn, die wij niet kunnen zien of merken of horen. He? He, als we nu zo de radio aanzetten, dan maken we het signaal wat er permanent is, maken we hoorbaar, maar nu hebben we er bijvoorbeeld geen last van, He? Je denkt niet steeds van. Al heb je mensen die door een, een, een defect in hun gebit. waarbij twee goed gevulde kiezen tegen elkaar aanstaan. eigenlijk een soort kristalontvanger in hun mond hebben, toch? Je hoort hier nog wel eens van mensen. die radio ontvingen op hun, op hun gebit, zal ik maar zeggen. Ik ben wel benieuwd of dat kan worden bevestigd. door de, door de luisteraars naar de podcast. Want als je wakker wordt, denk je: hé. Hey, Radio 1 op mijn linker. Op mijn linkerkies. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Ja, dat was hertz en hertz weer. Naar aanleiding natuurlijk van het mathematische werk van Maxwell. Maxwell, die we al meerdere malen ontmoet hebben. Omdat hij eh, een portretje van Maxwell op het bureau van Einstein stond. Newton, Maxwell en Faraday. Op zichzelf, als je het zo hoort. Wat zeg je dan bij jezelf? Drie Engelsen. Ja, dat is toch een merkwaardige zaak dat als zo'n zo land als Engeland eigenlijk een aantal eeuwen de absolute top is, wat de republiek, dat hebben we geschetst in de 17e eeuw was, was Engeland in de 18e en in de 19e eeuw. In de top van de wereld en niet alleen handelstechnisch, Engeland is in feite ook een betrekkelijk klein land, maar ook op het punt van wetenschap en literatuur. He? Denk aan Dickens, wordt nog steeds gelezen. Er is geen, geen land wat, wat zulke unieke schrijvers in de 19e eeuw voortgebracht als Engeland. Hoewel ik nu, terwijl ik het zeg, al denk bij mezelf, de acht, die grote Russen, dat was natuurlijk ook wel, ja, moeten we, dat moeten we Rusland nageven. Het is en blijft een klootland, maar de, de Russische literatuur van de 19e eeuw is natuurlijk ronduit indrukwekkend. Ja, je kunt Dickens aanbevelen, ook aan moderne lezers. He, begint u met Great Expectations. Dat, dat wordt algemeen beschouwd als een van zijn beste romans. Zie je de moeite waard. En dan daarna leest u Anna Karenina. Laten we dat eens afspreken. He. Laat mij weten of u. Een... Anna Karenina is duizend pagina's, als ik het goed heb. Dus bent, u bent even onder de pannen. Maar uh, u zult er nooit van uw leven spijt van hebben. Hoe ver zijn we nu? Dit was allemaal de Telegraaf, die eigenlijk al, ook, ook die, die hoe heet het, die radiotelegrafie waar ik het over had, dat is natuurlijk voor een belangrijk gedeelte het werk van Marconi geweest, die ook een Nobelprijs heeft opgestreken voor die werkzaamheden. Hij was toen al betrekkelijk jong, ook toen hij dat deed. En er is later wel gezegd, nou ja, eigenlijk drijft een deel van het werk van Marconi op patenten van, van Tesla, maar ja, die was toen al bezig gek te worden. Want daar moeten we nog aandacht aan besteden aan Tesla. Gaan we ook nog doen. Dus we hebben nog allerlei werk te doen. En die telegraaf, dat wordt al minder eigenlijk rond de eeuwwisseling. Maar de telegrafie hield wel een aantal beperkte taken. En een van de, van de raarste beperkte taken heb ik altijd gevonden. Het gelukstelegram. Je kon in Nederland... Je kan in Nederland tot op de dag van vandaag een gelukstelegram verzenden. Dat doet geloof ik niet de KPN, maar een, een, een onafhankelijke partij. Maar dat is nu flauwekul geworden, omdat dat gelukstelegram gewoon per post verstuurd wordt. Dus die, de mop is eraf. Maar vroeger kon je heel lang nog, ook in mijn jeugd, kon je een gelukstelegram versturen. Dat, dat, een, als je, je kon ook normale telegrams versturen. En dat was heel aardig, want. Dat was zo'n groen formuliertje, dat was zo dichtgeklapt. En meestal was, natuurlijk was het, het, het telegraafbericht was heel kort. Want ja, telegraafberichten die, die waren nooit lang, maar je moest betalen per woord. Dus je probeerde zoveel mogelijk in telegramstijl te schrijven. Het zo beperkt en beknopt, maar toch zo efficiënt mogelijk te houden. En dat, soms kreeg je een, 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 een felicitatie met je verjaardag. Per telegram. Dat werd bijzonder leuk ervaren. Ik geloof ook dat die dingen er iets anders uitzagen dan een normaal telegram. Maar ik kan ook nog wel normale telegrams. Waarbij ook de tekst op van zo'n wit strookje was gedrukt. Met alleen maar hoofdletters. En daar stond dan op. Arrivier. Per trein. Op die dat en dat moment. Daar en daar. Klaar. Ja, je, moest het, je moest het kort houden. Jullie zien dat heel veel mensen dat nog heel lang bij de telefoon vonden. Hou het kort, geen slaapgelul op die telefoon, eindeloze gesprekken. Nee, het moest kort houden, kort gehouden worden. Oké, okay, dus de telegraaf is ook nog lang, begreep ik, in gebruik geweest om geld over te maken. Maar de telegraaf verdwijnt tenslotte van het toneel. Nogmaals, de gelukstelegrammen van nu die worden per post verstuurd. Dus met de telegraaf is het blijvend afgelopen. Maar zonder telegraaf zouden we niet al die andere ontwikkelingen hebben gehad, want nu komen we aan de uitvinding van de telefoon. En eigenlijk kun je zeggen: de telegraaf baart de telefoon. En de telefoon, althans het beroemdste patent op de telefoon. is van een zekere Alexander Graham Bell. Een Schot, die was geëmigreerd naar Canada. Hij was spraakleraar, hij leerde dove spreken. Door te laten zien hoe je heel duidelijk kunt articuleren. Je ziet, je kan het niet zo goed. Ja. Dat, maar hij was geïnteresseerd, en daar deed hij onderzoek naar. Eh, in de relatie, zeg maar. tussen, tussen spraak tussen, eh, en, en elektrische stroom. Zou je, zou je spraak kunnen omzetten op een of andere manier. in elektrische stroom? En je begrijpt, dit is de weg naar. De telefoon. Wel, eigenlijk, hij werkte eigenlijk aan verbetering van de telegraaf. Zou hij dat vanuit dit perspectief kunnen verbeteren? En hij ontwikkelde, of hij ontdekte tenslotte de telefoon. En dat, is, dat patent is van 1876. Ik moet er wel bij zeggen, ik heb dat volgens mij ook al benadrukt bij die telegraaf, de uitvinding van de telegraaf. Ook dit was weer een. een een, een enorme hoeveelheid verschillende uitvinders die aan hetzelfde idee hadden gewerkt. Omdat het natuurlijk, als je eenmaal een telegraaf hebt voor de hand ligt, dat ja. je denkt: kunnen we nou niet even fijn te kort sluiten? Dat je gewoon in een in toetertje iets zegt en dat het dan het, het bericht elektronisch wordt overgebracht. Ja dus. Want allerlei andere mensen hadden dat ding waarschijnlijk al eerder uitgevonden, maar waren ziek of hadden geen geld voor patentaanvragen of. Weet ik veel, woonde een... Nou, kortom, er zijn ook eindeloze processen gevoerd over de vraag of dat patent van Alexander Graham wel, wel, wel deugde, ja of nee. En tenslotte is er overeind blijven staan, ja, dat patent deugde. Ondanks het feit dat anderen al eerder ook op dat idee waren gekomen. Maar ja, die hadden geen, niet op tijd, een patent aangevraagd. Bovendien is, heeft wel de samenwerking met Edison gezorgd. Want het bleek uiteindelijk dat Edison een veel betere microfoon had bedacht dan Alexander Graham Bell. Uh, het, is een, het is een beroemd verhaal over die bel. Is dat hij, dat hij zo'n proefopstelling had gemaakt. En dan roept hij zijn assistent. Watson kom meteen hier of zo. Maar uiteindelijk bleek het eigenlijk zo slecht te werken dat het meestal nauwelijks te verstaan was wat er gezegd werd op die telefoon. Het idee was dat trillingen. Van de menselijke stem werden voor een membraan, of in ieder geval dat de menselijke stem een membraan in trilling bracht. En dat die, die trillingen van dat membraan. die wekten weer trillingen, elektromagnetische trillingen. op in een, een elektromagneet die achter dat membraan stond. En dat was dat, dat kon door een draad worden gestuurd. en dan kon het aan de andere kant weer op dezelfde wijze tevoorschijn worden getoond. Nogmaals, ik begreep. Dat zeker aanvankelijk het lastig te verstaan was, wat er eigenlijk precies... Je kon beter hard roepen, bewijs verspreken, dan, dan vier dingen. Maar goed, het ging, om het, het ging natuurlijk uiteindelijk om het, om het basisidee van de telefoon en het, dat patent is van Bell. Alexander Graham Bell, 1876. Nou kun je je wel voorstellen dat bij die telefoon... Kijk, het zou leuk zijn om een draadje van mijn huis naar de overkant te maken, dan kun je dus met de, Mensen aan de overkant praten zonder dat je tevoorschijn hoeft te komen. En je wordt ook niet nat door de regen en zo. Maar je begrijpt wel al, als je iets meer mensen wil hebben voor een telefoonsysteem. Dat, dat, dat het telefoonsysteem aan betekenis wint naarmate je meer abonnees hebt. Zo is het in feite ook gegaan. Aanvankelijk overigens is, is de grote voorloper merkwaardig genoeg. Van het aantal telefoons per hoofd van de bevolking in Zweden... En dat las ik, was, is veroorzaakt door het feit dat Stockholm een stad is die op eilanden is gebouwd. Dus daar was het heel nuttig om een telefoonsysteem aan te leggen. Zodat je die, niet alsmaar met een bootje naar al die verschillende eilanden zou hoeven om een bepaalde mededeling over te brengen. Maar al heel snel neemt Amerika een voorsprong. En daar komt die telefonie eigenlijk pas serieus tot ontwikkeling. Ondanks het feit dat er in Amerika natuurlijk allerlei verschillende telefoonmaatschappijen waren die niet onderling konden communiceren. Maar als je er even over nadenkt, is het natuurlijk de vraag, als je nou wat meer afhankelijk hadden die systemen vaak 50 abonnees of zo. De telefoon is heel lang eigenlijk enorm duur geweest. Eigenlijk te duur voor gewone mensen. Zeker in de late 19e eeuw was het iets voor beursmakelaars. En dat soort, dat soort, dat soort van, van types. Maar dan nog heb je, als je er even over nadenkt, je hebt een centrale nodig. Want stel je voor, we hebben een leuk systeem, we hebben een telefoonverbinding samen. Maar ja, maar dan denk je, wat leuk, het is ook wel leuk als ik nog wat andere mensen kan bellen. En dan heb je, voordat je de pap gezegd hebt, heb je een telefooncentrale nodig. En hoe werkt dan een telefooncentrale? Die is Al, al heel snel is er een telefooncentrale uitgevonden door een medewerker van het Edison, die merkwaardigerwijze Poeskas heette. Maar ja, waar doet je dat natuurlijk aan denken, Poeskas? Ja, we kennen allemaal maar één Poeskas, namelijk een Hongaarse wondervoetballer. Maar ik zie dat jij nooit van Poeskas hebt gehoord. Zo gaat het nou. Hè? Ooit was het Hongaarse voetbalelftal ergens in de jaren 50 het beste voetbalelftal ter wereld. Ik geloof dat al die topvoetballers gevlucht zijn in 1956. Maar Poeskas was een van de Hongaarse wondervoetballers. Zo, zo vluchtig is nu de voetbalroem dat jij al niet meer weet wie Poeskas was. Was het een soort van pelé? Ja, een soort Hongaarse Pele. Ja, ja Hongarije is natuurlijk een veel kleiner land. En uh, kennelijk ken ik is Poeskas dus vergeten. Zoek het maar op straks. Het gaat lekker door. Ja, de eerste granaat is hier net ingeslagen. Nou, het is werkelijk toch. meteen gooien ze nog iets naar binnen. Zou me niks verbazen. Worden we, <laughs> worden we zwaar gewond? Er was een vrouw, er was een, een soort van superstriker naar binnen gegooid. Die probeerde ze weer naar buiten te gooien. Toen ging die af. Toen is ze de rechterhand kwijtgeraakt. Ik ga even ervan uit dat ze rechts was zoals de meeste mensen rechts zijn. Dat is toch een diep treurige zaak. Maar goed, waar zijn we gebleven? Oh ja, de telefooncentrale. Maar je hebt zeker wel eens in films gezien dat je zo'n telefoniste ziet zitten bij zo'n groot bord. Ja. Met allemaal gaatjes erin. Dus het idee is: jij belt naar de centrale. Dan krijg je van, ja, hallo met de telefoniste. En die, dan zeg je: Ik wil verbonden worden met nummer 620. Zo dus, ze zo. En dan steekt zij zo'n zo stekkertje in 620. Maar je begrijpt ook wel dat bij groei worden dat uiteindelijk enorme systemen. Maar het is allemaal handbediend. Ten slotte zijn ook wel geautomatiseerde systemen ontworpen. Daar begrijp je. En sterker nog, daar heeft Nederland een nuttige, mooie rol gespeeld. Wij waren namelijk het tweede land ter wereld. Ik, weet niet, ik geloof dat Zweden nummer één was. Waarin het hele telefoonsysteem geautomatiseerd was. Dus dat wil zeggen. Je kon ook, als je hier op het postkantoor in Utrecht naar binnen keek, daar stond zo'n telefooncentrale in. En daar zag je ook die zoekers over, over zo'n railsje lopen en dan... En dus dat was nog een helemaal mechanisch systeem. Tenslotte heeft de digitale revolutie een, een totale andere eisen gesteld, andere mogelijkheden geboden. Nou ja, is, is alles revolutionair veranderd, maar daar ga ik het dus nu niet over hebben. Uh, want dus die telefoon maakte een telefooncentrale noodzakelijk. En het beroep van telefonisten. Maar die telefoon, die had aan wat ik al zei. was aanvankelijk toch echt een beetje een luxe paard. Je had geen. gewone mensen hadden geen telefoon. Hè. En ik zal daarvoor wat Nederlandse cijfers geven. Nog in halverwege de jaren '50. was het, het, het uh, aantal Nederlandse gezinnen. Wat een telefoon had, dat was 22% van de 100, dus van de 100 gezinnen had maar 22 gezinnen hadden een telefoonaansluiting. Zelfs in 1970, ik weet niet wanneer ben jij geboren? 89. Oh, nee, dat is, is bijna al heel. Nee. Ik wou nog zeggen wat leuk dat, dat je nog nee. hebt, maar, ik nog geboren bent. Kennelijk had ik jou te oud geschat. <laughs> dat zal het zijn. Ik heb, ik heb daar weinig weinig uh, talent voor. Uh, maar hoe dan ook, zij zelfs in 1970 had nog meer dan de helft van de Nederlanders had geen telefoon. Als je ging telefoneren, ging je bij de buren telefoneren. Je moest ook een beetje een aardige relatie met je buren hebben. En dan kon je ook het nummer van je buren eventueel aan kennis verstrekken. Want die konden dan in noodgevallen je buren bellen. Nou, enzovoort, enzovoort. Uh, pas zeg maar rustig na. Ja, na 1970, eh, met het naderen van de jaren 80, dan zitten we al tegen de introductie van de moderne mobiele telefoon aan, is, is laten we zeggen, de, de zeldzaamheid van het telefoon hebben opgelost. Wij, hadden, wij hebben het telefoon gekregen, ik meen in 59 in Waringen, 083704002, je ziet, ik ken het nummer nog steeds uit mijn hoofd, eh, maar daar hadden we jaren op gewacht. Mijn moeder had het al veel eerder aangevraagd en je moest jaren wachten op een telefoonaansluiting. Want de overheid vond eigenlijk dat al dat getelefoneer... dat dat nergens goed voor was. Het was vooral zaak dat de telefoon niet een, een soort vermaaksinstrument was. Nou ja, wat is het nu? De telefoon is eigenlijk het belangrijkste vermaaksinstrument, wat de mensheid kent. Eh, juist ook omdat de mobiele telefonie het mogelijk heeft gemaakt is dat ook mensen die in, midden in Afrika wonen, waar dan ook maar, maar iedereen kan, omdat het bouwen van een infrastructuur voor mobiele telefonie stukken goedkoper is dan het bouwen van een infrastructuur van, dus ook voor de traditionele telefoon. Ik heb overigens nog allebei de soorten en het voordeel natuurlijk van een traditionele telefoon is dat de energie door de centrale wordt geleverd, niet door jou zelf. Bij een mobiele telefoon, laten we wel wezen, is... Verreweg het, het, het grootste gebrek is dat je die dingen voortdurend op moet worden, uh, laden. Ik durf je wel te bekennen. Ik weet niet of het zover komt. Maar dat ik daar zo schoon genoeg van krijg in de loop der tijden. Dat ik weer zo'n zo ding ga bestellen van 50 euro. Zo'n Nokiaatje Ik geloof dat ik het al aankondigde. En, zo, en die dingen in mijn herinnering. Ik heb ooit zo'n Nokia gehad. Uh, ik weet niet, ging, ging die batterijtjes die gingen twee weken mee of zo. Ik dat kan boek, zijn ja. dat ik niet zo'n Bella was, maar. Het ging eindeloos mee. En nu, nou ja, je weet hoe het is. Als ik straks kijk, is er weer, uh, zegt hij weer, dat, uh, dat, dat 21% gevuld is. Dan dus moet je weer, waar weer gaan bijtanken in principe. Maar goed, nu de telefoon, die dus eigenlijk een betrekkelijk zeldzaam artikel was. Een, een duur artikel. Telefoneren zelf was duur. En bovendien, dat systeem wat ik beschreven heb met die dames, met die... Met die met die prikdingetjes achter dat bord, achter die telefooncentrale, want dat waren het in feite. Die hielden er ook om twaalf uur mee op. En dat heeft eh, geleid tot allerlei verschrikkelijke situaties. Wij kunnen ons niet meer voorstellen wat het betekent dat je geen telefoon hebt. En dat je grote delen van de dag en dat hele gemeenschappen, grote delen van de nacht, onbereikbaar zijn. Daar zal ik nu twee prachtige voorbeelden van geven. Die ik allebei heb uit het boek wat ik niet, meer, niet beter kan aanbevelen dan door ook die voorbeelden te geven. Namelijk het boek Gouden Jaren van Handigheid van Bergen. Ik heb het wel eens eerder als voorbeeld gegeven. Het is een prachtige beschrijving van Nederland, laten we zeggen, vanaf de Tweede Wereldoorlog tot ergens in de jaren tachtig of zoiets dergelijks. Van. En over een verleden van juist de kleine dingen van alle dag die wij grotendeels vergeten zijn. He, dus als je bijvoorbeeld zegt, nu in verband met de energieproblemen van, ach weet u nog de ijsbloemen op de ramen, dan zie je alle bejaarden opveren. ja de ijsbloemen op de ramen, want een tijd was dat toch. Valt natuurlijk omdat de jeugd vaak geïdealiseerd wordt, en denken ze, ach dat waren, dat waren nog eens grote jaren. Met zo'n lekker kacheltje, lekker branden, he, met die kooltjes erop, hoe heet dat, die eitjes, ei, ei, nou ja, van ik ben vergeten wat het precies was. De kolenboer, het totaal verdwenen beroep. He? Ik zie die man nog. Hij heette, troost heette onze kolenboer. Ook dat ik kan natuurlijk geen toeval zijn. Onze slager heette van triest. En de kolenboer heette troost. Nou ja. En dan kwamen ze met van die zakken over de schouder, kwamen ze het paadje in lopen en dan stortten ze dat. In zo'n ding wat mijn vader eigenhandig gemetseld had. in de schuur. En dan ging stuk de hele week de kwestie van wie gaat er kolen scheppen. Mijn zuster was een meester in het, in het vermijden van het kolen scheppen. en ook ze zei ook altijd: nee, ik heb gisteren kolen geschept. maar omdat niemand het bijgehouden had, weet je het niet. Dus zij had nooit zin om kolen te scheppen. Ja, en wij natuurlijk ook niet. Het was altijd een. een, een heb jij natuurlijk ook niet meegemaakt. Een groot deel van jong Nederland heeft nooit meegemaakt. Het Ach, dat zijn natuurlijk al die verwende kinderen van, van dingetjes. Van Kelder? Van, van Jort de Kelder, ja. Jort, ik moet eens even uitzoeken wanneer die Jort eigenlijk geboren is. Zou die nog kolen. Jort, heb je nog kolen geschept? Huh? <laughs> ja, dan, dan wil ik je wel eventueel toelaten tot het leger daar niet- de nimmer verwenden. Wie nooit kool heeft geschept, die is per definitie is die grondig verwend en het zal nooit meer goed komen. Zodra hij een kooltje moet scheppen, zal hij ook wel een burn-out krijgen. Ik denk dat hij van de jaren 60 is. Ik denk dat hij 55, 56 is. Dan zou hij nog wel een, een kachel thuis kunnen hebben gehad, maar het, zo, zo te zien denk ik dat het gewoon een centrale verwarming was. Maar goed, ik ben opgegroeid met een kachel. Een flinke grote kachel, een Duitse bunkerkachel, merkwaardig nog, prachtige, prachtig, solide ergonomisch verantwoord ontwerp. Jammer nog, mijn moeder heeft hem gewoon langs de weg gezet na enige jaren. Dat is er nooit meer te doen. Zijn, zijn, zijn solide, waardevolle kachels. Je verlangt dat toch wel eens. Wie, wie heeft niet, als je zo'n opa, zo'n haard vuurtje ziet, dat je denkt, oh, lekker, lekker vuurtje, hè? Binnen in die kachel, als je het dan het deurtje open deed... dan had je ook zo'n fijne gloeiende massa. Nou, ik zal je vertellen, en... ik was laatst ergens en uh, daar hebben ze een heel mooi huis gerenoveerd, maar niet geïsoleerd. En dat was in die koude periode, dus daar hadden ze nog zo'n zo haartje aan. En daar werd dus ook hout van buiten in het schuurtje gehaald ah, en ja. gelegd. Ja, die houtstokerij is natuurlijk enorm extreem luchtvervuilend, ja. maar goed. Moet, ja, nou gaan. nu die verhalen uit dat boek van Annegreet van Berg, echt, echt voortreffelijk. En mijn idee, prachtige voorbeelden heeft ze. Het ene voorbeeld betreft eigenlijk een mevrouw die in een afgelegen huis woonde op het platteland. Dat was een boerenfamilie. En die mevrouw is net bevallen. Oh ja. En, en ja, de, hoe heet het, de arts en, en zo, die had ik, heb ik het al een keer verteld. Volgens mij ken ik het ja, maar vertel het me nog een keer. De arts en de vroedvrouw, wie er verder bij betrokken was, die waren vertrokken. En zij ligt in dat bed na de bevalling, alles is in principe goed afgelopen. En dan horen ze gestorven in huis. Dus zij ze zegt tegen haar echtgenoot, ga eens even kijken. Haar echtgenoot verrast een inbreker die haar echtgenoot doodschiet. Uh, ja, wat kan zij? Zij ligt in dat bed. Ze hebben twee andere kinderen waarvan de oudste vijf jaar oud is. Het is avond, het is, het is al donker. Uh, telefoon heeft ze niet. Wat doe je in zo'n geval? Zij heeft in paniek haar kinderen bij zich gehouden. en tenslotte haar vijfjarige dochter. toen het eenmaal licht geworden was. naar de volgende boerderij gestuurd. tien minuten lopen. Zomaar s' ochtends een kind van vijf. het is toch. nou ja, hier zie je dus. Stel voor dat ze een mobiele telefoon had gehad. dan had ze meteen kunnen bellen. Hè? Het is op zichzelf wel dramatisch genoeg. Het verhaal vermeldt ook nog dat de dief tenslotte gepakt is. en... Een arme sloeba was die kleren stal bij, bij boeren. Uh, maar ja, waarom die ook meteen de boer dood heeft geschoten, dat vermeldt het verhaal verder niet. Maar ook dit is een prachtig verhaal, omdat het duidelijk maakt. dat je aan de heidenen was overgeleverd. Je, je koor geen krant op als je geen telefoon had. Ze vermeldt geloof ik ook nog dat in die boerderijen, voor die mevrouw die de boerderij heeft voortgezet. het nog jaren heeft geduurd voordat ze telefoon krijgt en dan natuurlijk het beroemdste voorbeeld van het falen van dit systeem, namelijk de overstromingsramp van 1953. Dat heb ik volgens mij al wel eens verteld. Ja, we hebben het in de zomer over gehad. Ja, ja omdat ik dat, ik dat ook we waren toen naar Zierikzee geweest, dus toen had ik dat uitgezocht hoe dat in elkaar zat. Wat wil het geval? Dat hele telefoonsysteem werd om 12 uur afgeschakeld en pas de volgende ochtend om 6 uur weer. Start. Met als gevolg natuurlijk dat de, die, die grootste door, doorbraken, die plaatsen, de grote doorbraken. vonden al plaats uh, in de eerste nacht van de overstromingsramp. Maar ja, bellen kon niet, want die centrales werkten niet. En tegen de tijd dat ze weer gingen werken, waren veel leidingen al zodanig beschadigd door de dijkbreuken. dat het niet zo verschrikkelijk veel zin meer had. De meneer van het KNMI, die de zaak wel aan had zien komen, heeft nog voordat het zover was, in paniek naar Hilversum gebeld. Kunnen jullie de radiozenders niet in de lucht houden? Want dan kunnen we eventueel via de radio kunnen we kijken wat de effecten van die storm, want die komt eraan, wat de effecten van die storm zullen zijn. Dat hielp geen kloot. Ze hebben doodgewoon de radiozenders uit de lucht gehaald, ook om twaalf uur. Zou je je niet meer herinneren, maar dan kreeg je het wel te horen en dan was het afgelopen. En dan kwam de radio weer terug, weet ik veel, de volgende ochtend om zeven uur of zo. Dus toen was het leed al geschied. Ter plekke heeft de burgemeester besloten om de kerktorens eindeloos te laten bijeren. Zo'n beetje het oudste noodsignaal wat je in Nederland had. En dan is er nog het verhaal van die man die wel handig was. Die bij een radiozaak werkte. Ik weet niet of het ook daadwerkelijk in Zieringzee was, maar goed in een van die plaatsen. En die heeft met, in, in de loop van die nacht. Heeft die een ontvangertje gebouwd. Een soort mini-radiootje, waardoor, waardoor ze verbinding konden zoeken met mensen elders. En dat heeft wel effect gehad. Die man is nog een beroemdheid geworden. Maar daar heeft hij meteen, als ik het goed heb begrepen, een burn-out van gekregen. Maar je ziet dus dat de communicatiesysteem. Het is 53, ik was al 10, Dat die gewoon om 12 uur alles werd uitgezet. De radio, de telefoon, alles stond uit. Met gruwelijke gevolgen in dit geval. Eh, waarom ze in Hilversum ook zijn eigen wijs zijn geweest. Om ondanks de waarschuwingen. gewoon de beide zenders uit de lucht te halen. Dat. Maar is dit ook een beetje niet met, met kennis van van nu terug te Dat is wel een beetje met de kennis van nu natuurlijk. Maar ze zijn wel gewaarschuwd. Die mm -hmm. avond zijn ze gewaarschuwd. Ze hadden desnoods nog één een zender in de lucht kunnen houden. Kijk, die is, dat is denk ik al een lastige kwestie. Maar goed, feit is dus, en dat vond ik zo eigenlijk verbazingwekkend. Dat die Zeeuwse dorpen, die dus in die nacht al, al grotendeels onder water waren lopen totaal van de wereld waren afgesneden sowieso ook daarvoor dat is ook de indruk die je krijgt enorm geïsoleerd waar ja dat was een pontje maar als je nu even naar zeeland kijkt met al die die dijken natuurlijk die bij delta deltaplannen horen dan is die dat natuurlijk ook een toestand die al lang lang verleden tijd is maar nu nog even onze eigen telefoon 083 70 4002 zit doet ook genoegen dat ik het nog weet Nee, niet strezen, man. Met wie was het dan wel? Het oh, irriteert me grenzeloos maar goed. Het is, ja, zo zitten ze thuis dat hij dat nou vergeten is. Wat een kleur. nou ja, enzovoort. Maar zo is het ermee, man. Ik kom, eens, ik kom eens, zodra ik dan straks naar huis ga, dan kom ik erop. Maar goed, we hadden tenslotte telefoon gekregen. En toen kreeg ik een vriendin. In, ja, eh, wanneer zal dat geweest zijn? 1961 of zoiets dergelijks. Misschien 1960, ik weet niet precies meer. Dus ja, wat doe je met een vriendin? En nou, dan voer je telefoongesprekken. En zodra mijn moeder hoorde aan mijn toon dat het zo'n, zo ja, zo'n kabbelgesprek was. Van hoe is het daar? En eh, heb je nog lekker eh, schone sokken aangetrokken. en ja, maar wat die onbedullige praat zou riep mijn moeder op bitse toon riep ze dan, daar is dat ding niet voor. Dus je mocht bij mijn moeder alleen opbellen en dan moest je zeggen, ik kom met de bus van 7 over 2, tot straks. Dat was alles wat je mocht zeggen bij mijn moeder. die was heel streng in het telefoongebruik. Overigens was ook toen de telefoon betrekkelijk prijzen. Eh, Annegeet van Bergen geeft dan een reeks van voorbeelden hoe duur het was om met de Verenigde Staten te bellen. Echt... Eh. Ongelooflijk duur. Dus je probeerde alles te vermijden om. Dus je gaf een briefje mee aan een piloot van KLM-toestellen die toch naar de Verenigde Staten gingen enzovoort. Dat de telefoon goedkoop is, kost het tegenwoordig met de Verenigde Staten te bellen een paar centen per minuut. Veel meer zal het, neem ik aan, niet zijn. En het gaat via internet nu, hè? Ik kan er nog een, een anekdote van, die ik zelf heb meegemaakt, aan toevoegen dat ik bevond mij in de binnenlanden van de Verenigde Staten en ik maakte een autoritje van Madison waar ik een tijdje gewerkt had naar de Westkust. En het leek me een enorm leuk idee om door Montana te rijden. Toen nog daar woonden toen nog nog minder mensen dan er nu wonen ondertussen. Het is een ietsje hoe het is tien keer zo groot als Nederland. En bovendien nam ik besloten, had ik besloten niet uh, het vierbaanswegensysteem te gebruiken maar een soort, soort uh, tweebaanswerterij in het noorden van de staat Montana. En nou ja, maar goed, men moest ik natuurlijk benzine tanken. En uh, dat was een heel interessant proces. Want dat, dat die pomp stond voor een winkel, dat was een hevelpomp. Kennelijk in de jaren 30 neergezet. En er stond ook een prijs op voor een gallon, uh, 10 cent of zo. Dus ja, ik denk dat die hevelpomp bleek goed te werken. Die man die hevelde gewoon. Met, hand, met de hand de benzine in mijn Ford Pinto. Achteraf bleek dat een, een, een wagentje des doods te zijn, maar dat wist ik allemaal natuurlijk niet. Maar s'avonds overnacht ik in een piepklein motel, denk vijf kamers of zo, ook nog in Montana. Naast zo'n zo graan-elevator. En tenslotte zei ik tegen die man die dat dreef, een oudere man. Zei ik van, ik, ik, mag ik even bellen? Want ik wou graag bellen met mijn vrouw in Nederland. Waarop die mij met grote ogen aankeek, dat kan helemaal niet. Je kunt vanaf hier niet naar Nederland bellen. Ik heb nog nooit van hoor, dat is absoluut onmogelijk. Ze zei, nou, we gaan het demonstreren. Dus ik bel mijn vrouw in Nederland. En ik zeg tenslotte, ja, er staat hier een oudere man, die wil niet geloven dat, dat ik met Nederland bel. Dus kun jij niet even zeggen, ja, ik sta hier in Nederland en ik ben gebeld. Dus nou ja, dat doet mijn echtgenote, maar ik zag aan die man. Hij geloofde er geen kloot van. Hij, hij, hij dacht dat hij bij de neus genomen werd. Bellen vanuit de binnenlanden van Montana, automatisch bovendien naar Nederland, dat, dat was onmogelijk. Dus die, hij was nog gewend aan. Dus dat, dat, dat hele Montana, dat hele bovenstuk van Montana, was, leefde eigenlijk nog in de late jaren 30. Dat was mijn indruk. Ook in, die, in dat bedrijf waar ik die benzine tankte, daar kon je niet spijkers in een zakje krijgen. Maar er stonden gigantisch grote zakken met spend waar waarschijnlijk miljoenen spijkers in hebben gezet. Ik dacht, je kunt hier gewoon... Ik denk, het zou mij niet verbazen als dadelijk dat belletje gaat van die deur en Clint Eastwood komt er binnen, binnen, binnen met zo'n hoed op en, en, en bestelt zwijgzaam met de een en ander wat hij nodig heeft. Het, het was een wonderbare zaak. Het was een beetje wat ik nu overigens wel weer had. Die kleine steden daar in dat, dat, dat prairiegebied en zeker in dat high plains gebied, daar heeft de tijd echt stilgestaan. Maar het is in, toen ik dit deed, deze rit deed, dat was in 1974, toen was het eigenlijk nog erger dan het nu afgelopen tijd was. Maar als je ergens naartoe wil waar je, waar je nog helemaal alleen kunt zijn, ga naar Montana of ga naar Wyoming, nog, nog stiller allemaal. Um, ja, dat was de telefoon. Ja, en vervolgens kan je natuurlijk de telefoon die los zat hè, dat, je, dat, je, dat, dat vond ik ook wel een wereldwonder hoor, dat je die met beide telefoon moest hebben. Oh ja, ik weet ook nog wel dat mijn Amerikaanse familie. De Amerikaanse familie kwam voor het eerst op bezoek. weer na de Tweede Wereldoorlog in de eerste helft van de jaren 50. Overigens was het welvaartsverschil toen tussen mijn Amerikaanse familie en ons gigantisch groot. Dat is volkomen verdwenen. Dat, is, dat bestaat niet meer. Wij zijn niet, niet specifiek veel welvarender dan zij, maar het, 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 in feite is het, zijn wij op Amerikaans niveau getild, om het maar even zo te zeggen. En <laughs> dit is een mitrailleur die even aan het oefenen is: voor de executie van tegenstanders van het vuurwerk ongetwijfeld. Ja, en dan vertelden wij aan onze Amerikaanse familie. En vertelden wij dat je in Nederland dat we wel een telefoon hadden aangevraagd, maar dat we die nog niet hadden. Nou, dat vonden ze wat. Ik weet niet hoeveel telefoons zij in huis hadden, al vier of zo. Je kon ook elke, in de kon je elke denkbare telefoon krijgen in elke denkbare kleur. Want wij kregen een telefoon, daar had je niks over te beslissen. In, in die afschuwelijke Braaksel, licht, Braaksel, kleur, Weet je nog? Ja, die heb ik wel eens gezien, ja. En dan nou ben ik vergeten of er meteen al een druktoets... Nee, het was, het was nog met een draaischijf. En ik heb de draaischijf altijd gemist. Tot op de dag van vandaag mis ik de draaischijf. Als er een mobiel telefoontje zou zijn met een draaischijfje... wat ik met mijn pink misschien ik zou moeten bedienen... dan zou ik hem geloof ik aanschaffen. En ik vond ook die nieuwe telefoons... Mijn opa en oma hadden al heel lang een telefoon, dat moet ik er wel bij zeggen. En dat ding, het was zwaar jongen, die telefoon, die woog wel, wel drie kilo of zo. En altijd heb ik bij die nieuwe telefoons dat je dat... Nou, die waren veel licht. dus je wist dat er eigenlijk niks in zat. En toen kwamen die druktop telefoons, nou echt waardeloos. En dat je dat hele fijne draaien, en dat dan weer teruglopen van dat ding, en dan weer een volgende. Nee, ja, ik mis nog de traditionele telefoon. Je schijnt ze wel te kunnen krijgen. Je kunt dat natuurlijk gewoon een nep telefoon die dan vervolgens met een draadje gewoon doet. wat alle digitale telefoons tegenwoordig doen. Maar ik mis die telefoon van mijn opa-nomen, die mis ik nog elke dag. Die zie ik zo staan. Ook dat mijn opa altijd, als hij de telefoon opnam. zei hij dus niet met nolen, zoals hij heette. en zei: Hallo? Ja, dat was ook typisch. Ik heb de tegenwoordig gezegd. Opa, je moet even zeggen wie je bent. Hallo? <laughs> ja. Je ziet overigens. Ja, hij is al weet ik hoe lang dood. Maar hij speelt in mijn, in mijn hoofd. Is hij nog gewoon aanwezig? Hallo? Dat was de telefoon. Nu gaan we de volgende keer. Moeten we iets doen? Iets anders. Een heel belangrijke uitvinding. Namelijk de, de, de productie van, van nitraat. Van uh, hoe heet het? Uh, Ammoniak, en dat is enorm belangrijk geweest A, voor de productie van ammunitie, maar nog veel belangrijker voor het produceren van kunstmest. En waarom was de productie van kunstmest zo belangrijk? En die ontdekking die was, is gedaan door een Duitse chemicus. Dit is de tijd dat alle grote ontdekkingen in Duitsland worden gedaan. Uh, omdat die een voortreffelijk draaiend uh, universitair apparaat hadden. En die, dat is ontdekt door meneer Haber, die een tragisch leven heeft geleid. En het is het, het, de industrialisatie van het proces, want dat is nog wel heel wat anders dan ontdekken hoe het zit. En dat is het werk van de meneer Bosch, de bekende Bosch van, van alles waar Bosch op staat, zal ik namen zeggen. Niet Bosch, hè, dat is die man die die nazi-uniformen maakte en nu nog steeds ik geloof, een, een succesvolle kledingproducent is. Nee, het is Bosch met S-C-H. Wat nu ze leveren nu zo'n fantastisch leuk elektromotortje voor elektrische fietsen. Maar goed, daar gaan we het de volgende keer over hebben. Het Haber-Bosch-proces. We zoeken nog even op die Duitse ja. eh, de man die vermoord is door rechtse terroristen. Ik zoek er eens dus even nee, op. Minister die, was die, hè? Ja, was minister. In de oorlog was hij minister van, zeg maar, van het productiesysteem. Hij runde het Duitse productiesysteem. Dat ik dat dan toch vergeet, zulke dingen. Ik heb een hele roman over die man gelezen. Ik heb hier staan, Walter. Raat nou. Ja. Ah, oh, <laughs> maar goed, ik ben er toch opgekomen. Ja, ja. Van wie het vierde voornaam? Het gaat lekker door. Ja, de eerste grammatica is hier net ingeslagen. Een nieuw hoorcollege van Maarten. Als u even terugdenkt aan die jaren, dan weet u eigenlijk dat zich. Ze juist in deze periode, 89, 90, 91, een groot drama voordoet. In zekere zin een militair drama, een geopolitiek drama, want Irak bezet Kuwait. Over de rol van Amerika in de wereld na de Koude Oorlog. Dat leidt tot een reeks van op zichzelf amusante anekdotes. Want het is wel duidelijk dat eigenlijk de oude Bush niet meteen weet... Wat hij doen moet. Of hij, of hij meteen kordaat op moet treden. Um, en dan wordt hij bezocht door Margaret Thatcher. Je vindt het Hoorcollege via de link in de show notes. Over twee weken komen wereldleiders en bazen van grote bedrijven weer samen in Davos voor het World Economic Forum. Alleen ik nam van Bunk, die was daar vorig jaar voor de eerste keer bij. Ik sprak hem in de podcast Sea Level. Het gesprek vind je via de link in de show notes.